Dag, beste vrienden, vandaag 24 november, dinsdag, gaan wij naar Werder bij het einde van het kerkelijk jaar deze week naar en dan volgende zondag, de eerste zondag van de Advent. We blijven in deze sfeer van de einde van de tijden, niet om ons bang te maken of te schrikken, maar om ons bewust te maken van de toekomstige werkelijkheid, ook van de nood om deze tijd van nu goed te beleven. Het is een beetje in deze richting de lezing van vandaag. En we hebben zeker de hulp van de Heilige Geest nodig om zo boodschappen te begrijpen en ontvangen. Stellen wij onze harten open voor de Heer, voor zijn Heilige Geest, zodat Hij ons kan verder begeleiden. Dan de eerste lezing, Apocalypse 14. Ik, Johannes, keek toe en ik zag een witte wolk. En op de wolk zat iemand, een mensenzoon, gelijk met een gouden kroon op zijn hoofd, een scherpe sikkel in zijn hand. En een andere engel kwam uit de tempel en die riep met luide stem tot hem, die op de wolk gezeten was. Sla uw sikkel erin en maai, want het uur om te maaien is gekomen. Overriep werd de oogste van de aarde. Toen wierp hij, die op de wolk was gezeten, zijn sikkel op aarde en de aarde werd afgemaaid. En weer kwam een engel uit de tempel in de hemel tevoorschijn. En ook hij droeg een scherpe sikkel. En een andere engel, aangesteld over het vuur, kwam van het altaar. En hij riep met luide stem tot hem die de scherpe sikkel droeg. Sla uw scherpe sikkel erin en oogst de trossen. Van de wijnhaard, de aarde, want zijn druiven zijn rijp. Toen wierp de engel zijn sikkel op de aarde en oogste de wijnhaard, de aarde. En hij wierp de trossen in de grote perskuip van Gods toorn. Het zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan het is echt een lezing die spreekt over een beeld, een visioen, een toekomstgebeurtenis met heel figuurlijk beelden zeker van het einde van de tijd. En het kernthema hier is de oogst. En deze oogst is deze tijd wanneer God gaat wat rijp is naar hem brengen. En rijpheid hier betekent waakzaamheid zijn. En klaar zijn voor wat gaat gebeuren. En op het einde van de lezing, die stopt zo'n beetje zo onmiddellijk, wordt gesproken over Gods toorn. En dat blijft aan ons een beetje schrikwekkend zo. Maar het is niet om ons te verschrikken. Nee, of bang te maken. Maar het is om ons bewust te maken. Wij beleven nu de tijd van de barmhartigheid. Nu meer en meer de boodschap van Jezus aan Heilige Faustina bijvoorbeeld wordt sterk in de wereld verspreid door de kracht van Gods barmhartigheid zelf om ons bewust te maken. Nu is de tijd van de barmhartigheid. En als wij deze lezing lezen en mediteren vanuit dat standpunt van de barmhartigheid van God, krijgt die een heel andere betekenis. Wat ons doet rijp worden is zich laten kneden door Gods genade, door Gods barmhartigheid. Dat maakt ons rijp zijn. We kunnen echt met deze lezing vragen om de oproepen van deze tijd te kunnen begrijpen en inzien in Gods barmhartigheid. En als wij dat doen, of proberen doen, het is altijd een uitdaging, gaan wij beter en beter de genade van de Heer kunnen ook ontvangen voor deze tijd en voor de toekomstige tijd. Daarna de psalm brengt een nieuw element om deze eerste lezing te verduidelijken. Psalm 96. Zeg tot elkander, de Heer regeert.
Onwrikbaar heeft hij de aarde geschapen. De volken bestuurt hij met billijkheid. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde. De zee neuriet mee met al wat daar leeft. De velden zwaaien met al hun gewassen. De woudreuzen buigen hun kruin. Ze juichen de Heer toe omdat hij komt. Hij komt als koning der aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld regeren. De volkeren eerlijk en trouw. Hier krijgen wij met twee grote elementen. Eerst deze, het terugbrengen van het thema van de vorige zonde over Christus koning, dit hoofdfeest we hebben gevierd. En hier zijn er kenmerken, acties van deze Christus koning, die ook iets uitleggen van de houding die wordt voorgesteld in de eerste lezing. Christus koning, Christus regeert, de Heer regeert. Maar hij regeert met rechtvaardigheid, eerlijkheid en trouw. Dat betekent dat wij in de juiste maat zijn gewogen. In de maat van de barmhartigheid, maar ook van de waarheid, van de eerlijkheid. En dat is wat gaat tellen voor ons proces van reepheid in Christus. Hoe meer wij ons laten aanpassen door Christus, rechtvaardigen door hem, hoe meer trouw proberen te zijn, hoe meer reep gaan wij worden. Daarna, het evangelie brengt een laatste oproeping tot deze waakzaamheid. Het is Lucas 21. In die tijd merkten sommigen op hoe de tempel daar prikte met zijn fraaie stenen en weegeschenken. Maar Jezus zei, wat hij daar ziet, er zal een tijd komen dat er geen steen op de andere gelaten zal worden. Alles zou verwoest worden. De leerlingen vroegen hem nu, meester, wanneer zou dat dan gebeuren? Maar hij zei, wees op uw hoede, dat hij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn naam, en zij zullen zeggen, ik ben het. En het ogenblik is nabij, loopt niet achter hen aan. En wanneer hij hoort van oorlogen of in onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond. Toen sprak hij tot hen. Er zou strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk. Er zullen hevige aardbevingen zijn. In hongersnood en pest. Nu hier en daar. Schrikwekkend dingen. En aan de hemel geweldige tekenen. Dat zijn de woorden van de Heer. Wij danken God. Dan dit evangelie. Die gaat gepaard met de eerste lezing. Vooral in deze zin van deze tekenen. Die een beetje schrikwekkend zijn. Met de woorden van het evangelie zelf te kunnen zeggen. Maar deze oproep is niet om ons bang te maken. Het is om ons bewust te maken. En vooral het midden toen Jezus zegt. Wees op uw hoede. Dat hij niet in dwaling gebracht wordt. Wat is deze dwaling hier? Dat zijn alle dingen die ons afwijken van Gods weg, Gods doel. En we hebben soms zoveel dingen die oppervlakkig zijn in ons leven. Dus zoals deze fraaie stenen en weegeschenken die in de tempel waren. Die brachten de mensen die daarna keken in verwarring. Die brachten hem niet naar het diepte van de dingen. En deze lezing, dit evangelie roept ons op om waakzaam te zijn. Om ons te richten naar wat diep is. En deze tekenen van deze laatste tijd is ook goed om, voor ons om in ons gebed vragen om te begrijpen, om te kunnen beseffen de tekenen van deze tijd. Hier zijn er voorbeelden, de strijd tussen de wolken, aardbevingen, hongersnood, pest enzovoort. En wij zijn niet, niemand zou weten wanneer zou het einde der tijden
zou zijn. Dat weten we niet, maar we kunnen wel zien dat de wereld begint ons tekenen geven om aandachtig te zijn, om ons meer te richten naar wat diep zin brengt voor ons leven. En toen ik deze laatste vers van het evangelie las, herinnerde me ik van een uitspraak van een van onze zusters hier van België. Toen de tweede lockdown uitbrak, en wij zijn in deze periode nog, tot midden december, en we zullen nog zien wat zou gebeuren. Maar deze zuster zei, toen ik dat nieuws hoorde, ik vroeg God, wat wilt u voor ons zeggen? God stuurt die pandemie, dat niet. Maar wij als christenen zijn geroepen om ons om de vraag te stellen aan de Heer, om aan onszelf te stellen, wat wil de God nu zeggen? Wat wil de God doen, ondanks die omstandigheden? Of door wat wij meemaken, spreekt God werkelijk voor ons? Dat is een vraag die echt mij heeft getroffen. En ik deel dat met u mee, zodat wij ook vanuit deze lezing van vandaag, in deze laatste week van het kerkelijk jaar, kunnen stellen voor onszelf en voor God. God, wat wilt u van ons? Wat wilt u van mij? Wat wilt u van mijn familie? Soms hebben wij een moeilijke situatie in onze gezinnen. En wij moeten dat vragen. In de zin van moeten van de liefde. Om zuiver te kunnen luisteren. Wat wil God? God wil ons zeker als werktuigen van zijn genade gebruiken. Maar om werktuigen te zijn van zijn genade, is het nodig dat we enige verbonden met hem zijn in het beluisteren om daarna te doen wat hij verlangt en wat is beter voor ons iedereen, ons welzijn en onze toekomst. Vragen wij dus genade van waakzaamheid, van luisteren, van verlangen, meer te weten, meer te begrijpen, om meer goed te kunnen volgen, trouw tot het einde. Vragen wij dat door de woordspraak van onze moeder, de maagd Maria. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dank u wel, God zegen u.